Dag iedereen. Het is alweer vrijdag, dat wil zeggen de laatste dag, en dan is het weekend. En vandaag doen we nog drie lesjes, waaronder deze les van taal. Dat is les 8 en die heeft als titel Babyboom. Heel leuk. Jullie krijgen in jullie taalboek op pagina 38 en 39 8 geboortekaartjes te zien. Op een geboortekaartje kan je van alles terugvinden. De naam van het kindje, de datum dat hij geboren is, hoeveel hij weegt, hoe groot hij is, enzovoort. Al deze dingen gaan jullie nu in je werkschrift in een tabel gaan zetten. Kijk maar even mee. Hier is die tabel. Die staat op pagina 69. De dingen die bovenaan staan, die gaan we jullie al cadeau geven. Die ga ik nu even tonen. Voilà. Wat moet je nu van elk kindje gaan zoeken? De voornaam in de eerste kolom. De familienaam in de tweede kolom. De grootte, niet zo moeilijk, dat is meestal in centimeter natuurlijk. Het gewicht van het kindje. Het adres waar de mensen wonen. De geboortedatum van het kind. En het geslacht. Het geslacht, daaruit kan je kiezen tussen het is een jongen of het is een meisje. Voilà. Dat is eigenlijk de enige opdracht die je hier moet doen. We gaan nog even kijken in jullie taalboek. Voilà. En zo kan je eigenlijk op elk kaartje alle duidelijke informatie terugvinden. Niet zo moeilijk, hè, deze les? Let wel op. Niet alle informatie staat in het kaartje. Dus het kan zijn dat er een tabelletje leeg blijft. Dat is mogelijk. Inderdaad. In zo'n vakje mag je dan gewoon een schuinstreepje zetten. En dan is het voldoende. Als er vragen zijn, kan je ze alweer stellen tijdens het vragenuurtje. Tot de volgende keer. Dag!